nodigt uit om verder te lezen. En dat is natuurlijk bij een verkiezingsprogramma uniek. Want de meeste verkiezingsprogramma's blijven ongelezen op de plank liggen. Het wordt makkelijker voor blinden en slechtzienden om het verkiezingsprogramma van de VVD te volgen. De partij kiest er voor de tweede keer voor om een audioversie van hun programma te maken. We zijn op het idee gekomen eigenlijk door het museum. Het museum is een heel bijzonder museum voor mensen met een visuele beperking. En ook voor mensen om te ervaren hoe het is om een visuele beperking te hebben. En omdat we zo'n uniek museum in de stad hebben, zijn we eigenlijk geïnspireerd geraakt om ons verkiezingsprogramma ook aan te bieden in Luisterboek. Alsjeblieft. Nou, dank u wel. Zelf slechtziende museumgids Bart den Dekker is de eerste die het audioboek mag luisteren. VVD Nijmegen, Onze Vrije Keizerstad, verkiezingsprogramma, gemeenteraadsverkiezingen. Heel mooi. Ja? Heel mooi gedaan. Ja. Dankjewel. Het is heel goed verzorgd. Ik heb het voorwoord gelezen en het nodigt uit om verder te lezen. En dat is natuurlijk bij een verkiezingsprogramma uniek, want de meeste verkiezingsprogramma's blijven ongelezen op de plank liggen. De VVD geeft het luisterboek als primeur aan het museum. Directeur Helene Vermeulen nam het audioboek namens het museum in ontvangst. Nou, wij vinden het een hele goede zaak dat de VVD ook hun verkiezingsprogramma als audioboek komt aanbieden. De wereld is nou eenmaal minder toegankelijk voor mensen die niet goed kunnen zien. Dus wij vinden het heel fijn dat het nu in gesproken woord is, zodat ook de mensen die bij ons werken, maar ook andere blinden en slechtzienden in Nederland, het verkiezingsprogramma kunnen luisteren in plaats van kunnen lezen. Ik vind het goed dat wij hiermee ons stukje aan de inclusiviteit van Nijmegen bijdragen. En ik hoop dat heel veel andere partijen, zowel in Nijmegen als in de rest van Nederland, dit goede voorbeeld doen volgen. Het is heel belangrijk dat iedereen bij de politiek betrokken wordt, want de politiek is ook belangrijk voor iedereen. En als je een beperking hebt, van welke vorm dan ook, word je toch al gauw buitengesloten, of je krijgt het gevoel dat je buitengesloten wordt. En door zo'n verkiezingsprogramma uit te geven in gesproken vorm, geef je mij in ieder geval het idee als visueel beperkte dat ik helemaal meetel en dat ik er ook toe doe. Ik hoop dat de VVD hier niet de enige in blijft. Er zijn een heleboel partijen in Nijmegen en in alle andere gemeenten in Nederland die straks aan de verkiezingen meedoen. Ik zou zeggen, volg dit mooie voorbeeld en zorg ervoor dat mijn stem in ieder geval heel erg duidelijk meetelt. Het luisterboek is vanaf vandaag ook online te beluisteren. Namens Maarten Bakker, lijsttrekker, Sanne Buursink en Dennis Walraven, verkiezingsprogrammacommissie. Veel luisterplezier!